Ik ben Wim Baljeu. Voor Avico reis ik door Europa en laat ik me inspireren door de lekkerste lokale gerechten. Vandaag ben ik in Italië, waar goed en vooral lekker lang samen eten echt in de cultuur zit ingebakken. Buon appetito! Ik ga toortjes van gegrilde groenten met rösti maken. Rondom komt een heerlijke tomatensaus. Maar dan heb ik natuurlijk wel echte Italiaanse tomaten nodig. Ciao Diego. Ciao, come va? Muy bien, muy bien. Je was echt wel pomodori. Tomaten plukken, pomodori. Ik wil ook zo'n duim. Het zijn snoepjes, hè. Ideaal dus voor een passato mee te maken. Perfetto. Grazie mille, Diego. Ciao. Ciao. Ik ga toortjes maken van rösti rondjes, samen met gegrilde groenten en de lekkerste tomatensaus van de wereld. Aanfruiten samen met knoflook, blussen met rode wijn en dan superveel tomaten natuurlijk. Liefst van al zongerijpte tomaten, maar kan natuurlijk even goed met een fles passata. Laat die saus maar pruttelen. Ik ga ondertussen groenten grillen voor dat torentje. Dus ik ga zucchinis gebruiken, courgettes. En hoe kan je nu weten dat die groenten genoeg gekruid zijn? Of je vingers lekker smaken. En dat is in dit geval. Die horen toch gewoon kei blijven. Geeft het. Die torentjes van gegrilde groenten die gaan in de oven. Doe ook dan mijn rösti rondjes. Die zijn al licht gekruid, zijn lekker krokant. Tomatensaus er bovenop. Ik kook voor Italianen vanavond, dus flink wat parmigiano erop. Dit is pas de Italiaanse zon op je bord. Wil jij deze groentetoortjes met rösti rondjes en tomatenpassata zelf ook maken? Op avico.nl vind je dit recept en nog veel meer smaakvolle inspiratie.